Het mooiste moment vond ik toen we gingen pitchen en we daar echt allemaal stonden als een powerteam en waren heel trots op wat we konden doen. STEM vind ik de max omdat wij een impact kunnen maken op de samenleving. Ons project is om de ventilatoren aan te sturen, zodat de koeien altijd met perfecte temperatuur en luchtvochtigheid staan. Voor een maximaal welzijn van de koe en de melkproductie te boosten. We hebben met drie verschillende groepen gewerkt. Software, hardware en de visualisatie. Wij zijn team hardware en wij hebben er dan voor gezorgd dat hardwarematig alles in orde is. We zijn begonnen met het zoeken naar een microcontroller. Dan zijn we dus eerst begonnen met de IoT 2050 van Siemens. Die was veel te traag en kon ook niet de juiste programma's runnen. Dus zijn we gewoon overgestapt naar een veel simpeler Raspberry Pi 4. En dat ging wel veel beter. En toen hebben we gewoon sensoren uitgekozen die goed daarmee in samenwerking kunnen gaan voor de uitmetingen af te lezen. Wij zijn verantwoordelijk voor de software. Wij zorgen ervoor dat de data wordt opgeslagen en verwerkt en nog dat de boer dat kan zien in een tabel. Het grote voordeel is dat de boer nu niet meer de temperatuur en de luchtvochtigheid moet bijhouden van de koeienstal. Dit wordt allemaal automatisch geregeld door de software. Hierdoor krijgen de koeien veel minder snel hittestress, waardoor ze veel meer melk kunnen produceren. Dit is dus de website. De data wordt onderverdeeld in drie grafieken. De data van de afgelopen uur. Dan wordt daar elk uur een gemiddelde van genomen en geplaatst op de datagrafiek van de afgelopen 24 uur. En daar wordt dan weer een gemiddelde van genomen om dan te plaatsen op de data van het afgelopen jaar. Wij zijn verantwoordelijk voor de visualisatie, dus dat is de website en de blog die wij bijhouden. Wat er moeilijker liep, ik kan niet zo heel goed code schrijven en hij wel. En soms was er wat conflicten tussen ons, maar uiteindelijk zijn we er wel gewoon goed uitgekomen, denk ik. Ja. Dus het is een samenwerking een beetje. Als ik het opnieuw zou kunnen doen, zou ik gewoon overleggen met het team wie wat wanneer doet. En niet kriskras kijken hoe het gebeurt. Ja, ik ben er eigenlijk ook trots op dat wij dit kunnen. Want het is niet zomaar iets makkelijk als een traditioneel vak wat iedereen heeft. Wij kunnen programmeren, wij kunnen een website bouwen en wij kunnen gewoon die data omzetten. Dat is wauw eigenlijk als we daar naartoe kijken hoe we dat hebben gemaakt. Dat is niet iets traditioneel. Dat vind ik heel interessant. Dus... Voor mij is het de eerste keer het Limburg Stemtafverhaal. En ik heb eigenlijk voor dit project gekozen omdat we zijn een school in het noordoosten van Limburg. In het midden van het groen, tussen de landbouw in. En in dat opzicht leek het me eigenlijk een heel tof project om te doen, omdat je zit midden in je eigen leefomgeving.